Hey, nou vandaag eten wij zalm uit de oven met witte rijst, haricot vert en verse artichok. Ik hou de zalm vandaag redelijk simpel. Een beetje zeezout, wat zwarte peper. Ik had toevallig wel olijfolie gedaan, maar dat hoeft niet per se. Een plakje citroen en wat dillen uit een potje. En dan pak ik hem in als een pakketje, want zo blijven alle juices lekker bij de zalm en dan droogt hij niet uit. Dit is een hele belangrijke. <laughs> Dichte kan naar beneden, want anders loopt echt alles eruit. Dat is echt heel ranzig. De haricot ver. Nou, die kook ik dus niet zo heel erg lang, want ik vind het wel lekker als hij nog een beetje knapperig is. De rijst. Die kook ik in een hele simpele rijskoker. Wel eerst de rijst even goed wassen, dat het water helder is. En dan de artisjok. Dat was de winnaar van de avond. Ontzettend lekker. Kijk mijn vorige video, want dan kunnen jullie zien hoe ik die heb gemaakt. Ik zocht de truffelolie, helaas die was op, maar het was overheerlijk. De combinatie van witte rijst met sal